Dit is de legging voor de stier. Voor half februari. Waarde 8. Koningin van Pentakels. En de beker is 9. Oké. Nou, dat gaat over iemand in jouw leven, een speciale persoon. Waarvan jij het gevoel hebt dat het nergens naartoe gaat. De relatie. Dat hij stilstaat. Je hebt eigenlijk geen idee van de gevoelens van die andere persoon. En je hebt ook geen idee of het ergens naartoe gaat. Het is iemand die best wel op zichzelf is. Een beetje stug. En ongeïnteresseerd lijkt. En ik zeg lijkt, want ik zie dat het echt totaal tegenovergestelde is. Deze persoon is echt heel erg geïnteresseerd in jou. Je ziet het alleen nog niet. Ik denk dat deze persoon een beetje onhandig is in het uiten van gevoelens. En ik geloof wel dat er eerdaags iets gaat gebeuren wat dat gaat veranderen voor jullie. En het zal vrij plotseling zijn. Zal er iets gebeuren waardoor eigenlijk die persoon gedwongen wordt om zich uit te spreken. Of in elk geval te laten blijken wat de ware gevoelens zijn. En dan krijg jij precies wat je wil. Dat die bekers 9 is een wens die in vervulling gaat. Dus je zal precies krijgen wat jij wil en wat jij nodig hebt. Een van jullie twee, en ik denk dat jij dat bent, houdt de ander in de gaten via social media. En weet precies wat er speelt in het leven. En dat mag iets minder. Als het die andere persoon is, dan zou dat natuurlijk ook kunnen. Omdat diegene wel degelijk geïnteresseerd is in jou. Dus het zou kunnen dat diegene jou een beetje in de gaten houdt. Maar ik denk, zoals het hier ligt met de kaarten, is dat vooral aan jouw kant. Geeft helemaal niks, want als je geen reactie krijgt of niet de reactie krijgt die je wil hebben van iemand, of geen antwoord of wat dan ook, dan ga je het op andere manieren proberen te vinden.
Deze persoon is bang dat hij of zij jou niet, nou ja, dat diegene niet leuk genoeg is, zeg maar, voor jou. Je bent leuk en gezellig en je houdt van leuke dingen en plezier maken en misschien drinken, uitgaan. Deze persoon is wat rustiger en wat een beetje terughoudender. Een heel stabiel persoon. Zal niet snel wilde dingen doen of van die gekke spontane acties. En hij of zij heeft het idee van jou dat jij dat dus juist wel heel erg hebt. En daardoor heeft diegene het gevoel dat jullie niet zo goed bij elkaar zouden passen. En dat is iets waar hij of zij zich zorgen over maakt. Dus eigenlijk waar jij denkt dat die persoon jou niet leuk vindt, heeft die andere persoon dus een beetje hetzelfde idee over jou. Dus het zijn een beetje dezelfde zorgen die jullie hebben. Nou, datgene wat er gaat gebeuren voor jullie, dat komt eigenlijk best wel snel. En ik zie hier echt de mogelijkheden voor een serieuze relatie. Zoals ik al zei, het is een serieus persoon. Met alles eigenlijk, dus qua werk en heeft veel zekerheden. Een goede baan, een goede auto, heeft eigenlijk alles netjes geregeld. En dit zou een hele goede match voor jou zijn. En ik zie dat jullie elkaar echt heel erg leuk vinden. En ik denk op een gegeven moment, als dat ter sprake komt, dat het ineens heel snel gaat tussen jullie. De zon. De bekers 2. Nou, dat is de mooiste en de zwaarde 6. De mooiste uitkomst die je maar zou kunnen hebben. Dus als jullie samenkomen dan uiteindelijk. Nee, het gaat niet heel lang duren. Zullen jullie zien dat dit een hele speciale connectie is tussen jullie. We hebben de bekers 2, dat is de soulmate kaart. De zon als uitkomst, wat een hele mooie gelukkige toekomst voorspelt. Het zal niet precies de persoon zijn die je verwacht, tenminste. Het is die je verwacht die bij jou zou horen. Het is niet je normale gebruikelijke type. Maar dit gaat een hele bijzondere relatie zijn tussen jullie. Dus super mooi eigenlijk. Dus ik wens jullie heel veel geluk samen.